Oh, gaat beter zijn. Welkom bij Topnames. Zoals de laatste weken, iedere week in ieder geval uit Durgerdam en uit de Watergraafsmeer in Amsterdam. Jury Schoenmaker van Pieter Pot. Waar ben jij gevestigd? Ik zit in Rotterdam. In Rotterdam. Hey, en wat doen jullie? We zijn de allereerste online supermarkt die verpakkingsvrij boodschappen bezorgt. En daarmee probeer je het makkelijk te maken je boodschappen te doen zonder al die verpakkingen, eenmalige verpakkingen. Hey, en dat klinkt in mijn oren alsof je twee problemen, of althans je twee problemen op de hals aan het halen bent. Die verpakkingen, daar denk ik, nou, dat kan al ingewikkeld genoeg zijn. En dan ga je ook nog wat erin zit verzorgen. Je bedoelt dat we uiteindelijk een soort van huismerkproducten aanbieden. Ja. Ja, nou ja, eigenlijk maakt het daardoor juist de business case gezond. Dus in de keten heb je normaal producent, verpakker, retailer. Wij zijn de verpakker en de retailer. Daarmee kunnen we gezonde marges hanteren en toch dezelfde prijs als Albert Heijn. Want we zijn wel duurzaam, maar niet duurder. Oké. Okay. En dat kun je dus doen, zeg je, omdat je er stappen tussenuit snijdt? Ja, precies. Dus wij krijgen alle goederen in bulk aangeleverd. Eigenlijk direct van de producent of de importeur, als het om producten gaat die niet in Europa verbouwd worden. En wij verpakken die. Wij stoppen ze onder gecertificeerde omstandigheden in de potten. Dus wij zijn een co-packer. En vervolgens zijn we zelfs ook de retailer, want we bieden ze aan de consument aan. Ja, elke iemand die in het bedrijfsleven werkt, weet dat elke stap in de keten is er één. Ja. Wij zijn twee, dus dat geeft ons ruimte. En het doel is voor de consument dat die niet meer moet betalen. Hey, voor wie jullie helemaal niet kent, je zegt we bieden het ook aan de consument. Hoe doen jullie dat? Hebben jullie een fysieke winkel? Is het via internet? Is het mogelijk? Een aantal steden, leg eens uit. We zijn een online supermarkt, dus we bestaan alleen online. Mensen kunnen online bij ons bestellen, net zoals bij Picnic. Dat kan via onze website, pieter-pot.nl. We bestaan pas een jaartje en bezorgden dus eerst alleen in Rotterdam. Toen kregen we een enorme wachtlijst van duizenden mensen uit heel Nederland. Dus toen hebben we crowdfunding gedaan om landelijk te kunnen uitrollen. Dat hebben we eind vorig jaar gedaan. Daar hebben we 3 ton opgehaald, het dubbele van wat ons doelbedrag was. En toen zouden we in mei gaan uitrollen. Dat hebben we iets vervroegd. Gezien de omstandigheden met corona willen mensen heel graag boodschappen bezorgd krijgen. Dus wij zijn sinds 2 weken geleden begonnen met landelijk uitrollen. Dat betekent dat we elke dag andere steden en regio's openen. Dat doe ik dus 2 weken. Dus ik ga elke dag naar andere steden. Maak daar eerst de klanten blij. En we hebben nu een wachtlijst inmiddels van 14.000 mensen al. Hey, maar Jezus man, al die steden, de logistiek. We hebben de mensen van Picnic, Peter Muller, in de uitzending gehad. Alleen al hoe hij vertelde met de honderden miljoenen investeringsgeld, hoe die stad voorzichtig aan het opschalen is. Jij zegt gewoon, oh, dat doen we gewoon. Nee, dus kijk, daar is een groot verschil. Wij we hebben natuurlijk inderdaad geen 100 miljoenen. Dus wij doen niet zelf de distributie. Okay. Daar werken we met een partner en dat doen we met PostNL Food. Dus overal in Nederland kost het PostNL, dus overal komen wij. En wij bepalen nu wel per stad wie er mogen bestellen. Dus we werken net als met Picnic met een wachtlijst. En wij laten je toe op de... ik geef je een account en dan kun je bestellen. Maar wij werken dus samen met de bezorging van PostNL Food. En zij bezorgen in de avonden aan de deur. In een timeframe met track and trace. En vervolgens bij die bezorging nemen ze meteen de lege potten mee terug. Die wij wassen en hergebruiken. En daarmee dus het circulaire systeem. En daarmee dus verpakkingsvrij. Okay. Dus als je het hebt over verpakkingsvrij. We bezorgen wel in verpakking. Alleen het is geen eenmalige verpakking, maar een circulaire. Want we bezorgen in potten die we bij de volgende bezorging weer mee terugnemen en hergebruiken. En wat verkopen jullie? Want heel veel dingen kunnen natuurlijk in potten. Geef eens de voorbeelden van jullie meest populaire producten. Het gaat om je voorraadkastproducten. Dus ontbijtgranen zijn heel populair. Je havermout die iedereen nodig heeft. Maar ook je noten, je koffie, thee, je olijfolie, je pasta, je rijst, koekjes hebben we. Dus het gaat om de zware boodschappen die je dan niet hoeft te tillen. Het gaat om houdbare goederen, dus alles in de voorraadkast in de keuken. We doen nog geen vers. Daar zijn andere partijen eigenlijk heel goed in.
die dat lokaal of duurzaam doen, boerschappen, rechtstreeks. Dus die zijn heel goed aanvullend. Wij proberen juist die producten te leveren die je niet zonder verpakking kunt krijgen op dit moment. En al helemaal niet als je er niet te veel moeite voor wil doen of meer wil betalen. Wat voor moeite hebben jullie ervoor moeten doen om zeg maar de producten die je verkoopt? Want hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doe je daar aan je selectering, aan je kwaliteitsbewaking? Met wie werk je samen? Ja, goede vraag. We zijn heel erg lean begonnen. En we zijn heel erg lean ondernemers. Ik bedoel, we zijn een jaartje geleden begonnen. En in plaats van 3 jaar een business case te bedenken en ontwikkelen en partners. En dan pas online te gaan, zijn we gewoon meteen gaan doen. Letterlijk in deze kamer. In het huis zijn we begonnen. Potten van de IKEA gehaald en de eerste bulkgoederen gekocht. En op een bakfietsje gaan bezorgen. En toen zijn we naar een klein warehouse. Nu werken we met een sociale werkplaats. Waar alle potten worden gevuld en het orderpikken gebeurt. Wij krijgen die producten binnen in grote bulkhoeveelheden. Dus dat zijn 20, 30 kilo zakken. Voornamelijk papier, maar soms nog ook bioplastic. Maar hoe groter... hoe meer klanten wij hebben, hoe groter we kunnen inkopen, hoe meer leverage we hebben, hoe meer, ja, wat is het Nederlands woord, hoe meer macht om het tegen leveranciers te zeggen, luister, wij willen alleen nog maar in tonnen die we ook weer teruggeven. En dat je dus een verpakkingsvrije keten krijgt. In onze toekomst willen wij onze dispensers direct vullen bij de producent. Dus Tony Chocoloni zegt, onderweg naar een slaafvrije chocoladeketen, werken wij naar een verpakkingsvrije keten. En daar bewegen we ons heen. En ook nog interessant, we zijn nu een soort van online supermarkt, dus de retailer zelf. Maar wij hebben helemaal geen ambitie om daar groot in te worden en dat te blijven. Wij worden het circulaire verpakkingssysteem erachter. Wij gaan nu samenwerken met de grote merken, gaan hun producten in onze potten stoppen en gaan die bij bestaande retailers aanbieden. Merk je is dat wat er nu gebeurt of is dit een plan wat je hebt? Deze gesprekken vinden plaats en dit gaat plaatsvinden dit jaar. Maar dat doen we dus nu nog niet. We zijn namelijk een eigen pot aan het ontwerpen. Een slimme pot. Die gaat ook registreren wat erin zit. De houdbaarheidsdata. Daarbij bedienen we de consument. Die inzicht krijgt wat er nog in zijn keuken staat. En dat hij niks meer hoeft weg te gooien. Omdat hij meldingen krijgt wat hij nog heeft. En wat hij ermee kan koken. Retailer krijgt inzicht wat er in zijn schappen staat. En wanneer er bijna 35% korting sticker op moet. En wij zijn het systeem waar de schakel tussen de producent. Slash het merk. De retailer en de consument. Hey, die vind ik interessant, want die verpakking moet natuurlijk een zekere mate van slimheid krijgen om inderdaad dit soort voorraadbeheer en houdbaarheidsdata-achtige dingen efficiënt te kunnen doen. Hoe ziet een slimme pot eruit? Die zijn we op dit moment aan het ontwerpen. Die gaan we voor de zomer presenteren aan het publiek. Ja, maar er ligt een tipje van de sluier op. Want ik neem aan dat je weet wat je daarin wil krijgen aan functionaliteit. Ja, maar dat zijn dingen die ik dus zeg, dat je een melding krijgt van, goh, je hebt nog je noten in de kast staan en die gaan bijna over datum. Maar ik zie ook nog dat je havermout hebt. Hier is een receptentip op basis wat je met havermout en noten voor lekkers kan maken. Eigenlijk zeg je, elke pot krijgt een unieke code. Die tracken en tracen jullie. Je weet op welk moment die gevuld is. Met wat, je weet de houdbaarheidsdatum daarvan, je weet bij wie die bezorgd is. Ja. En op die manier ga je een systeem in elkaar zetten waarmee je dit soort dingen allemaal kunt doen. Ja, precies. De bot zelf, hè, het gaat ook om de applicaties erbovenop. En dat jij gewoon nooit meer dat moment hebt dat je in de supermarkt staat en denkt, chips, had ik die kruiden nou nog? Had ik die chilisaus nog? En dat dubbel gaat kopen, want je hebt er wel nodig voor je recept. Nee, door ons krijg je altijd, oh, maar ik heb dat nog. Oh, en ik heb nog zoveel. En daarmee dus ook een hoop food waste bespaard. Maar ook, je zet 3 potten bij elkaar, je swipet eroverheen en je krijgt receptentips op basis van die potten. Of de herkomst, waar de producten nou vandaan komen. En mensen willen weten hoe duurzaam het er vooraf aan ging. En onze insteek is, wij bieden producten aan. Ook bijvoorbeeld biologisch, we bieden biologisch en non-biologisch aan, dat de consument de keuze kan maken. Wij gaan daar geen oordelen in vellen. Als het om biologisch gaat, dan zijn er een heleboel dingen beter natuurlijk aan biologisch. Maar op basis van klimaatimpact is het nog altijd betwijfelend. Maar dat wij wel kunnen educatie kunnen geven van, goh, je kunt je keuze zelf maken op basis van deze inzichten van herkomst. Hey, Juri, je vertelt het verhaal fantastisch. Dat
Dat moet ook wel, want je was in een vorig leven Nederlands kampioen pitchen in 2016, zie ik op je LinkedIn profiel. Ja, toch? Waar of niet? Nou ja, ik weet niet wat een vorig leven is. Ik bedoel, gelukkig. Oh ja, dat is 4 jaar geleden. Ja. Dus pitchen kun je zeker goed, maar ik ben altijd bij dit soort initiatieven, de idealistische initiatieven zoals dat van jou, heel benieuwd wat jou persoonlijk drijft. Ja. Want weet je, als ik een beetje research naar je doe, ben je echt een pitcher en iemand die van de presentatie en de marketing, dan denk ik, is dit nou de gebruikelijke marketing bullshit die wij elke week over ons heen krijgen, of heb jij echt oprecht iets met circulair en duurzaam? Nou, een hele goede en terechte vraag. Het is wel even scherp te houden. Ik ben Nederlands kampioen pitcher geworden met een onderneming. Ik heb namelijk een eerder onderneming opgestart. Dus ik ben ondernemer. Ik ben geen fulltime presentator of pitch trainer. Ik ben Nederlands kampioen pitcher geworden met een ondernemer. Mijn vorige onderneming was een start-up, is een lopend bedrijf geworden. Maar ik miste daar mijn persoonlijke drive. Het was een commercieel iets. Er zat ook uiteindelijk niet de groei in die we hoopten. Dus ik wilde gewoon weer wat nieuws. En ja, dan ga je nadenken, oké, maar voordat ik zomaar iets nieuws begin, wat wil ik nou echt? Ik denk dat ik bepaalde ondernemerskwaliteit heb en daarmee mijn bijdrage kan leveren aan een duurzame samenleving. Dus ja, dan ben ik volgens mij goed in een duurzame ambitie die consumenten hebben. Een probleem wat ze herkennen, namelijk iedereen wil van die verpakking af. Maar de oplossing is er nog niet. Verpakkingsvrije winkels in 2015... heel veel media-aandacht, heel veel bombarie. Iedereen riep, ja, dit willen we. Allemaal binnen een half jaar failliet. Dus het probleem is er wel, maar de oplossing was nog niet zo aantrekkelijk. En daar ben ik gaan zoeken, samen met Martijn. Oké, wat is dan die oplossing die gap kan overbruggen? Waarmee we die consumenten die het wel willen, ook daadwerkelijk kunnen bewegen tot het doen. En dus mijn drive zit inherent in ondernemen, in mijn eigen bijdrage leveren aan duurzaamheid. En de een doet dat goed doordat hij heel veel kennis en ervaring deelt, of een baan in de duurzaamheid heeft, of een beleidsfunctie. Ik ben ondernemer, dus dan denk ik van ja, dan kan ik volgens mij steentje bijdragen door een duurzame onderneming te starten. En die met de commerciële mindset te laten groeien, waarmee we weer grotere impact hebben. Want ik geloof heel erg in zo groot mogelijke consumentengroep een klein stukje duurzamer maken. Dus dat probeer ik met Martijn, met Piet Pot. Ja. En je zei van, we zijn eigenlijk nog maar heel, heel kort bezig. En door het huidige tijdsgewricht gigantische groei gezien. Bert de Boer, we pakken mee van wat is de gemiddelde bestelling per klant nu? Mm-hmm. Goeie vraag. We hebben natuurlijk gelimiteerd assortiment. We hebben geen tienduizenden producten zoals een Albert Heijn. Dus de gemiddelde bestelling uit mijn hoofd ligt tussen volgens mij tussen de 30 en 35. Dus dat is natuurlijk, als je vergelijkt met Albert Heijn, een relatief kleine... Ja, vraag wat je target is, ja. Nou, de target, we zien gewoon elke week breiden we ons assortiment uit met extra producten. En dat zorgt gewoon voor een stijgende lijn in de orderwaarde. Dus die orderwaarde groeit sinds de start. En de bedoeling is wel dat hij natuurlijk richting de 60 euro gaat. Ja, hey, maar je maakt nu die, neem ik aan, voor jullie vrij krankzinnige periode mee, hè? Waar het elke dag de vraag gigantisch toeneemt. Vertel daar eens iets over. Wat moet jij zeg maar nu leren, of wat moet jij nu doen wat je 2 maanden geleden nog niet deed? Nou, vooral lange dagen maken. Maar dat is, ik zie dat ook niet. Kijk, Martijn en ik zijn heel erg aanvullend. Martijn zit gewoon volledig in de operatie. Dus die zit de hele dag bij de sociale werkplaats, gewoon opwaarts waar de hele operatie plaatsvindt. En ik ben gewoon volledig van de voorkant, dus de marketing PR. En dit plan wat we hebben om landelijk uit te rollen en elke dag een andere stad of regio, waarmee we elke dag ook lokale media activeren. Dat plan, ja, dat lag er al, dat had ik al ontwikkeld. En nu is het wat versneld. En natuurlijk, we kunnen niet ontkennen dat de wachtlijst extra hard groeit door de omstandigheden. Maar we zien ook door die lokale media-aandacht dat precies in die steden elke keer die wachtlijst enorm piekt. Hey. Dat heeft ook met die PR-strategie te maken. En het enige... Vertel daar eens wat meer over die PR-strategie. Hoe doen jullie dat? Nou, we zouden in theorie, omdat we met PostNL Food leveren, zouden we in theorie kunnen zeggen...
we leveren nu in heel Nederland. En dan gaan we langzaam mensen toelaten. Ja, op basis van wie first come, first serve. Maar we hadden dus 2000 klanten die aan de voorverkoop hebben meegedaan, tijdens de crowdfunding en nog daarna. En daar heb ik dus gezegd, oké, nee, maar laten we kijken waar zij vandaan komen en elke stad of regio openen, daar naartoe gaan fysiek, zeggen, hey, nu mag Breda ook bestellen. Die klanten die we aan de voorverkoop mee hebben uit Breda, krijgen op dat moment een startpakket. Die een paar bezorg ik zelf. Media aandacht erbij, want Breda, kijk, Puntje Pot komt naar Breda. En daardoor is het tot nu toe, zeg maar, in 10 steden is er 10 keer lokale media aandacht geweest. En die media aandacht kun je echt niet onderschatten. Ik denk dat alle ondernemers dat weten. Wat voor waarde die hebben. En lokale media zijn geïnteresseerd als het iets lokaals gaat. En enkele provincie die niet, omdat die dan zeggen van ja, maar je zit niet met je bedrijf in onze provincie. Ja. Dat is aan hun, maar de meeste provincies zien de waarde wel en de steden, omdat we bijdragen, zeker in deze situatie, aan mensen die graag boodschappen bezorgd willen krijgen. En Picnic, Albert Heijn, Jumbo zit ook allemaal aan hun maximum capaciteit. Ja. Hey, Johan Schaap vraagt, kan dit ook in het buitenland? Zeker. We zijn op dit moment eigenlijk de enige in Europa die dit concept überhaupt uitrollen. We zijn eigenlijk ook de eerste ter wereld, want er is één enigszins vergelijkbaar concept, Loop. Die heeft met de grote merken een samenwerking opgezet en bepaalde producten voor een speciaal product een verpakking ontworpen die dan in theorie terug naar de fabrikant kan. Echter zijn die producten 1,5 keer zo duur als in de normale supermarkt. En een heel, nog gelimiteerde assortiment, nog maar 80 producten, omdat voor elk product een 2-jaar innovatietraject moet plaatsvinden. Maar wij hebben dus de ambitie om zo snel mogelijk naar andere landen geografisch uit te breiden. Wij worden nu al benaderd door klanten uit België en Duitsland. Van, hé, wanneer kom je naar ons toe? En daar zijn juist de verpakkingsvrije winkels wat succesvoller. Maar ook weer alleen lokaal. En wij kunnen juist meteen alle buitengebieden pakken waar mensen helemaal geen duurzame boodschappen kunnen doen. En ja, makkelijker kunnen opschalen en daarmee een gezonde business case hebben. Dus wij gaan volgend jaar naar België, het jaar daarna naar Duitsland. En hopelijk zo snel mogelijk de UK en Scandinavië. Dat klinkt heel ambitieus. Daar heb je over het algemeen ook heel veel geld voor nodig. Ben je op zoek naar investeerders? Ja, zeker. Nou kijk, laat wel weten, we zijn nu ook landelijk uitgerold met een crowdfunding van 3 ton. Ja. En nog een subsidie. Dus ik bedoel, dat bedrag is dan ook nodig om in België uit te rollen. En dat willen we waarschijnlijk weer met een crowdfunding doen. Dus ik zie dat niet als een... Ja, en tegenover de groei staat gewoon ook omzet. Dus. Ja, zeker. Maar je hebt helemaal gelijk, nu voor onze groei, die 14.000 man op de wachtlijst, kunnen wij niet bedienen met onze huidige cashflow. Dus wij hebben nu heel hard een kapitaalinjectie nodig. Dus wij zijn nu bezig met een investeringsronde, die we voor eind mei sluiten. Waar we investeerders aantrekken om te... Hoeveel geld heb je nodig om die wachtlijst weg te werken? Nou goed, de investeringsronde richten we op 1,5 miljoen, waarmee we en die wachtlijst kunnen gaan bedienen en die smart jar kunnen gaan ontwikkelen en daarmee dus richting die strategie van de slimme verpakker, het slimme verpakkingssysteem. Als je kijkt puur naar alleen het bedienen van de wachtlijst, ja, zouden we denk ik met een miljoen uit kunnen. Ja, waarom is de marge niet groot genoeg om dat uit je omzet te kunnen halen? Nou, ik denk dat die marge hartstikke groot is. Ik bedoel, ik weet wat de marges zijn bij de andere supermarkten. Die van ons echt heel gezond. Okay. Maar het gaat om voorfinancieren. Ja, natuurlijk. Zoveel voorraad en zoveel potten. Dat merken we nu al. Dat we gewoon de ratio, zeg maar, hoeveel aan in voorraad we hebben zitten qua geld. Om een bepaalde omzet te draaien. Ja, die verhouding is nog zo... Dus je moet al die potten komen terug, die moet je reinigen in professionele vaatwasmachines, stel ik me voor. Ja. Toen ik voor het eerst las over jullie initiatief, dacht ik ook, jeetje, glazen potten. Ja. Weet je, iedereen die in distributie en verpakking zit, die kijkt naar het gewicht. Hmm. Nou, glas is zwaar. Ja. Die kijkt naar stevigheid. Glas is kwetsbaar. Ja. Waarom hebben jullie in godsnaam voor glas gekozen? Nou kijk, ten eerste, we zijn onze eigen verpakking aan het ontwerpen, zoals ik zei, die slimme verpakking. Dat wordt geen glas, dat lijkt me duidelijk.
Dus wat wij op dit moment zijn gaan doen, nogmaals, we hadden 3 jaar lang eerst kunnen werken aan een businessplan model en een slimme pot en dan pas naar buiten. Wij zijn gewoon heel lean gegaan. En ja, dus nu een off-the-shelf solution en dat is glazen potten. Maar wat wordt het dan straks als het geen glas wordt? We zijn aan het kijken naar het materiaal wat en die kwaliteit heeft van licht, de transparantie. En het moet natuurlijk goed schoon te maken zijn, want het moet circulair zijn. En daarmee is kunststof niet uitgesloten. Want kunststof dat wij 1-op-1 kunnen hergebruiken, kan de duurzaamste optie zijn. Dus daar moeten we alleen nog werken aan de consumentenperceptie die anti-plastic is. Maar goed, als je kijkt naar dopper is ook een plastic fles. Maar natuurlijk de duurzame optie doordat die circulair is, want je hergebruikt hem. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf dat glas heel mooi vind, omdat het appelleert aan de oude wekpot. En, zeker. Dat heeft nou eenmaal dat ultiem duurzame imago. Zeker, dus dat zat er ook mee. En dat was nu een goede oplossing, want die wekpot blijft de producten goed vers. En ze gaan nauwelijks kapot, want ze zijn zo dik en sterk, omdat je erin kan wekken. En het doel straks is natuurlijk met onze slimme verpakking, dat die natuurlijk wel nog de look heeft van glas. Dus we zijn bezig met de kunststof wat zo... Je weet niet dat het kunststof is totdat je hem opteelt en denkt van wow, hij is veel lichter. Ja. En hij moet ook weinig ruimte innemen als hij leeg is, zodat dat ze in elkaar te stapelen zijn. Nou goed, daar zijn we... Een vraagje van Johan Schaap, die zit online mee te kijken. Die zegt, kijken jullie ook naar abonnementen? Ja, hebben we vanaf het begin gedaan. Hebben we zelfs aangeboden. We zijn continu dingen aan het valideren. Dus ook als het om statiegeld gaat, we vragen statiegeld op de bot. Hebben we aangeboden van of je kan een abonnement nemen. Geen statiegeld, geen zorgen. Wij zorgen dat het altijd rondgaat. We merken dat mensen, als het gaat om boodschappen, daar nog weinig voor openstaan. Er is natuurlijk een partij geweest, Stokom, was een spin-off van PostNL. Die heeft precies dat geprobeerd met abonnementen, wist precies wat je... Er sloeg niet zo aan als men hoopte. Het is een andere business. Kijk, als we naar fietsen kijken, tuurlijk, je wil een abonnement op je fiets, want hij is altijd gemaakt. Maar boodschappen, mensen willen gewoon zelf de control hebben, bepalen wat ze willen, wanneer ze willen. En het moet gemakkelijk zijn. Het is een hele andere business. En ik ben al afgestudeerd op dit idee. Abonnement lijkt er nog niet in zitten. Maar in de toekomst, we blijven het proberen, want het zou natuurlijk een super model zijn. Er was nog een vraag van Bert de Boer. Hij zegt, internationaal onder de naam Pieter Pot? Ja, ook goede vraag. Kijk, enerzijds als je naar de vegetarische slager kijkt, die begon ook met een Nederlandse naam. Uiteindelijk is het naar Engels. We merken wel dat we een heleboel internationale klanten hebben ook. Expats. En iedereen kan Pieter Pot uitspreken. Pieter Pot. De vraag is natuurlijk in Engeland, kan een pot nog steeds een pot zijn, een jar? Maar het kan ook natuurlijk wiet betekenen. Dat zijn uitdagingen waar we straks naar kijken. Maar tot nu toe slaat de naam Pieter Pot natuurlijk heel goed aan, zeker in Nederland. En tot nu toe zijn internationals ook fan van de naam. En zeker met de branding erbij. Het is gewoon heel speels, net als Tony Chocoloni. Daarin zie ik nieuwe gesprekken en nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Ja. Hey, even voor de schaal nog eventjes. Hoeveel potten gaan er per dag nu bij jullie door jullie warehouse? Of waar zit je in? Een loods, neem ik aan, waar je al die dingen vult met wat je aangeleverd krijgt. Ja, dat is een sociale werkplaats, zoals ik zei. Dus daar zijn clean rooms die gecertificeerd zijn waarin de producten gevuld worden. En vervolgens gebeurt daar ook het order picken. En daar vraag je maar wat, de hoeveelheid de potten die daar rondgaan. Hoeveelheid klanten, hoe groot ben je inmiddels? Dan kan ik zeggen, er hebben 2000 klanten meegedaan aan de voorverkoop. Die zijn we nu aan het bedienen, dat zijn nu actieve klanten. Dus als 2000 klanten en 1 klant bestelt gemiddeld, wat is het, 8 potten, of 8 tot 10. Dan is dat het, dus 2000 keer 10. 20.000 potten die er door omgaan. En dat is niet elke week, want de klant bestelt niet elke week. Het zijn voorraadkastproducten, dus je bestelt eens in de 2-3 weken. Dus eens per 2-3 weken gaan er 20.000 potten in omloop. Ja, dat zijn wel hoeveelheden. En je zei van de sociale werkplaats speelt een belangrijke rol bij jullie. Is dat een...
Is dat ook een principieel ding? Is dat in je groei, zeg maar, als je naar Frankrijk gaat, wordt dat dan ook een onderdeel van het concept? Nee, ja, hele goede vraag. Want het concept sociale werkplaats bestaat in Nederland, maar in Frankrijk en Duitsland, zover ik weet, niet. Dus op dit moment past het gewoon heel goed in onze strategie. We maken en een sociale impact, maar ook past het goed in de business case. Je betaalt gewoon een regulier uurtarief. Soms wanneer een sociale werkplaats gesubsidieerd is en gratis is, dat is niet zo. Je betaalt een uurtarief. Maar daar tegenover staat dat je niet de vierkante meterprijs hebt van de huren van een warehouse, plus de HR-kosten. Zorgen dat er altijd mensen zijn en geschikte mensen zijn en te verzamelen, et cetera. Dus daarom is het gewoon een goede optie. Als het gaat over schalen naar het buitenland, ja, dan is niet sociale werkplaats voor ons een voorwaarde. Want dat gaat gewoon heel lastig zijn. En ons doel is uiteindelijk de impact maken door in heel Europa de consument de optie geven om de duurzame optie te kiezen op een makkelijke en goedkope manier. En daarmee, ja, ons ultieme doel over 10 jaar, dat ik 3 mensen op straat aanspreek en er minstens 1 van de 3 Pieter Pot bestelt in de huidige retailers en de supermarkt om de hoek. Mm-hmm. Mooi man. Dus, maar goed, dan zal sociale werkplaats misschien daar niet de main... Nee, nou ja, daar hebben ze toch een belangrijke rol in het begin gespeeld. Ook precies. Nu zijn er heel veel reportages van media, bijstroom, opwaarts. Dus het is nu magisch. Het is hartstikke mooi. Ja. Ik vind het een prachtig initiatief, Juri. Heel veel succes. Maak er wat moois van. Dank je wel. Ja, ik vind het ook mooi. Dus heel erg bedankt. En je hebt drukke dagen. Dus sterkte ermee en veel plezier ermee natuurlijk. Dank je wel. Dank je voor het initiatief. Oké. Okay. Bye. 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 We'll be right back.